Wat een waanzinnig beeld is het toch, de snelweg, dat razende verkeer. Maar wat we ons vaak niet zo beseffen is dat er natuurlijk erover is nagedacht hoe je ook de wereld ervaart vanuit de auto, vanaf die weg. En zeker op het stukje A50 wat van de Betuwe de Veluwe opgaat, is daar heel goed over nagedacht. En hebben ze echt bijna een soort theaterensenering aangelegd in de bochten van de weg, de vorm van de brug, de aanplanting van bomen. En wat nou heel tragisch is, is dat vanwege allerlei maatregelen voor verkeersveiligheid en geluid, dat ontwerp verprutst is. Zoals bijvoorbeeld hier door dit geluidsscherm. Want nu zie je niet meer die mooie, dikke laag van kastanjes en esdorens waarmee die snelweg begrensd is. Wegontwerp gewoon kapot gemaakt. Ja, hier bij de brug bij Heteren heb je ineens echt het effect van dat ontwerp. Dat taluut van die brug over de Nederrijn. Daar hebben ze hele dikke rijen bomen aangeplant. En zodra die rivier begint, wappa, weg. Een prachtig open landschap. En dan kijk je eigenlijk zo op die stuwwal van de Veluwe. Ja, we zijn erbij.